maar die John de Wolf, kijk, het paste precies. Want relativeren staat ook niet in John's woordenboek. Nee. En relativeren kan ook niet meer. De titel van Feyenoord nog relativeren, dat gaat niet meer. Dat werkt niet meer, dat is onmogelijk. Dus hij stond op zijn plek. En dus vanochtend, zat ik te kijken, toen dacht ik... Eigenlijk zou ik nou bijna klaarkomen als ik nu Ed de Groen nog voorbij zie komen. Wat denk je? Ja. Ed de Groen. Ja, tuurlijk. Nou, toen werd ik helemaal gek. Ja. Maar als je dat nou vergelijkt met gisteren, zit je dan naar die ronde. Weet je? En ik heb niks tegen ronde. Wij hebben met iedereen het beste voor. Dan zit daar Jan van Hals, kan niet zeggen. Zit daar zijn eigen intouwen. En Ruud is normaal van een uur. Het liefst 59 minuten aan het woord. Ja. En nu heeft Ruud zich toegelegd op... Luisteren. Ja. Nee, ik heb van de volgende je zit naar iedereen te luisteren. Ja. En dan, want dan hoeft hij niks te zeggen natuurlijk. Maar wordt hij er wel voor betaald voor luisteren of niet? Ja, maar minder. Minder. Luisteren is minder betaald. Ook is half geld. Hè? Ja, half geld. Ja. Ja. Maar dan denk ik, weet je, jongens, kom op man. Hey, hè? Maak er wat moois van. De enige die in vorm was Wim weer. Ja, maar ik zie die arme Wim. Ik zie hem ongelukkiger worden daar aan de tafel. Wim gaat echt... hij doet het wel goed namelijk, Wim. En ik heb via doorgaans goed ingelichte bronnen gehoord... dat hij weer gevraagd heeft of hij hier mag zitten. Eén keer in de maand of zo. Ja, of maar niet? Dat mag dan niet van die Wil Moeren. Want die heeft een hekel aan ons. Nou ja... Heeft een hekel aan jou, maar... Nou, ik denk dat hij inmiddels ook wel een beetje hekel aan jullie heeft, hoor. Maar die Wil Moeren, die moest zich wel realiseren... dat wij, onze exclusieve Jan Boskamp... Ja. Regelmatig aan zijn programma's uitlenen. Regelmatig structureel. Ja. Omdat wij daar heel toevallig heel makkelijk in zijn. Dat gunnen we die kijkers van... hoe heette die zender? Ziggo. Van Ziggo van harte. Ja, natuurlijk. En dat kinderachtige gedoe, dat... Kijk, Wim die zit hier dolgraag één keer in de maand, vindt hij leuk. Gabber. En dat mag dan niet. Weet je, ik vind het een soort beroepsverbod. Johan, weet je, ook bijvoorbeeld, weet je, daar heb je wedstrijdje Barcelona. Wij krijgen geen goaltjes, denk ik. Weet je, het is een zo'n klein landje, man. Ja. Geef ons een goaltje van Barcelona. Ja, misschien kunnen jullie ook een vriendelijk woord zeggen. Ja, maar zeg alleen maar aardige dingen. Wij zijn alleen maar vriendelijk. Alleen ik ben abonnee van die Wil Moeren. Nee, dat ben je niet. Dat ga je zo ontvangen. Ja. Bij ons niet, hoor. Jawel, als je gewoon van Ziggo bent, en dat ben jij, je zit in het Ziggo-gebied... dan moet je het gewoon afnemen. Dan krijg je het zo. Je kan niet eens van je televisie afhalen, dan. Dat zit er gewoon op. Ah. Ja. Want we hebben genoten van Feyenoord. Ja. We hebben genoten, Sparta vond ik ook leuk. Ja. Maar de bal, Sanchez, Özil en de goal van Özil was het weekend, hè? Ja. Dat was het bombardement. Maar dat hebben we niet. Nee, dus dat mag niet overwillen. Nee, die wil niet geven. Nee, dat is sowieso dan weer inderdaad. Nee, ja. Wij zijn zo aardig over. Hey, maar even tussen die jongen... Maar die als die wil zo doorgaat, hè? Kijk, want hij heeft dadelijk een keer kijkers nodig, hè? Denk je? En zoals iedereen, iedere zender in Nederland... Die zit in de startblok omdat volgend jaar ons contract afloopt. Dat is waar, dat moet je niet vergeten. Die wil, die kan op zijn knieën gaan liggen, daar gaan we niet meer naartoe. Nee, natuurlijk niet, joh. Nou, nee. Als wij Wimpy niet krijgen, als wij Wimpy krijgen, dan willen we praten. Ja,